dames en heren, we hebben in de loop der jaren al heel wat wereldberoemdheden in dit programma gehad. Van de wereld der klassieke muziek, van de lichte muziek, van de popscene. Nog maar 2 maanden geleden een man als Ringo Starr, vroeger Gilbert O'Sullivan. We hebben nu werkelijk een der allerbelangrijkste artiesten van dit moment in ons midden. En ik ben er ontzettend trots op, omdat ik bovendien erg prachtig vind wat hij schrijft, hoe hij het speelt, hoe die zingt. Ik hoef maar 1 woord te zeggen. De man van de merkwaardige brillen en de mooie composities. Elton John. Well, apparently, Elton, they know you and they love you in this country. Oh, that's... I'm not so sure about that. I think they do, well. But... We horen altijd verhalen over die malle brillen. We usually hear stories about the famous spectacles that you wear. Yes, but most of them are untrue. I mean, I do have a lot of glasses, but you hear distorted prices about the price and everything. I have a few hundred, about 300. Hij heeft ongeveer 300 paar brillen. Variërend in prijsklasse. This seems to be a fairly normal one. You could be a doctor or a lawyer with this. Yes, well, I've quietened down a bit now, as you can see by my dress. You see, hij zei, ik ben nu ontzettend rustig gekleed. Er is 1 heer in de zaal met een bril voor Elton John. Zou die even naar voren willen komen? There's one gentleman here who made spectacles for you. Speciaal een bril voor Elton John gemaakt. U bent meneer Akkerman? Ja, dat klopt. Ik ben Akkerman. Goedemiddag. Meneer Akkerman uit From Rotterdam. Hallo. And he's made spectacles for you. This is your piano. This is my piano. Your wing piano. Can we put it on the other piano? Here maybe, for the camera. Dames en heren, ik mag het wel aan u verklappen. Elton John, kan deze bril is 10.000 gulden waard. We make it all by hand for you. Oh. Because we admire your music and the way you wear all this. Oh, that doesn't matter. That's only the case. But this is the frame you made all by hand. And it's a lot of work. We make it from a very thick plate of material. And we didn't know nothing about your prescription. No. And that's why we have to guess what is your glasses. And we hope you can see through. En dat zijn diamantjes of briljantjes? Nou, dus de liefde gaat erg ver voor hem, maar dat konden we niet opbrengen. We hebben er wel een maand aan gewerkt, dat wel. Ja. Het is ontzettend veel werk. Het is heel met de hand gezaagd en geveild. En ik zou ontzettend blij... Halleluja. Will you put them on, please, and see how you look? This is going to be funny. It's gorgeous. It's magnificent. It's nearly right, you know? It's nearly right. Yeah, no, I can see. Yeah. Het is bijna goed, de maat van de glazen. Thank you very much. Thank you very much. That's okay, really sweet. I want to offer it to you. I'm very happy that you. Thank you. En hij biedt hem aan als cadeau. Thank you. It's for you. Thank you very much. Oh, watch out. Oh my goodness. One more thing before you start to play. 1 ding nog meer. Hij houdt niet alleen van brillen, maar hij is ook bezeten van voetballen. Is it true you own your own football club in the States? Yes, it is true. I've got my own football club in England. And it's a very bad football club at the moment. We're in the 4th division, which is very bad. 4e divisie in Engeland. But we were in the 2nd division. And I own the club and I want to get the club in the 1st division. Hij heeft al zijn geld belegd in aandelen in die club. En hij probeert die club terug te krijgen naar de 2e divisie. Would you like to see a little bit of football? Oh, yeah. Look at the monitor. We zien het fantastische doelpunt van Johan Cruijff tegen Brazilië in Duitsland 1974. It was the World Championship in Germany. Look. In het middel nog geen tijd uitgegroeid door de voorwaarden van de Wensen Brink. Stuurt daar Krol op links weg. Dan komt de voorzitter. En Cruijff is goal! And there it is. 2-0! Wat een juweel van een doelpunt. Van Wensen Brink naar Krol. Van Krol voor precies op. And here's the repeat. Oh. En het is 2-0 in de 20e minuut van de tweede helft. Daar komt hij. That's it. Niet te min. Fantastic, isn't it? Thank you. Good. Now let's...
Let's Sing. Ik heb het al een paar keer op zondagochtend voor de radio gezegd. Ik ben helemaal gewonnen voor zijn soort muziek. En met name voor het nummer dat hij heeft geschreven en gespeeld op zijn laatste dubbel LP, Blue Moves. Het is het gevoel van een verloren gegaane liefde, maar op zo'n originele wijze vormgegeven. Van twee partners die elkaar gewoon niet meer kunnen bereiken. En die dan zeggen, ja, die het woord het spijt me niet over hun lippen kunnen krijgen. Sorry seems to be the hardest word. What have I gotta do to make you love me? What have I gotta do to make you care? What do I do when lightning strikes me? And awake to find that you're not there. What do I gotta do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? And sorry seems to be the hardest word. Sad, so sad, with a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad, why can't we talk it over? Oh, it seems to me the sorrow seems to be the hardest word. What have I gotta do to be heard?